aantrappen. Er gaat donderdag bij jullie iets moois gebeuren. Ja, ik draai nou om en ik zie dat ook. Ja, en dat is misschien ook puur toeval. Nee, er gaat waarschijnlijk iets, of tenminste, gaat zeker wat moois gebeuren. Als je zo hoort hoe mensen daarmee bezig zijn. Supporters, de club, Karim Hadji bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon geweldig. Sander was de opvolger van Karim. En, als teammanager. Ja, als teammanager. En Sander was al als spitsentrainer verbonden aan de groep. En het is gewoon een geweldige gozer. En ik krijg nu weer kippenvel. Misschien ik ook. Een bepaald soort tranen in mijn ogen. Vlak voor de vanochtend kreeg ik al een berichtje. Hou er rekening mee dat ik kom. Ja, we hebben natuurlijk al een tijdje niet meer gezien omdat hij ook wat koortsig was en dat het gewoon niet goed gaat. Ja, dan komt hij hier zo om 2:15 aan en dan zie je hem even in de gang en sta ik even met Adrie Poldervaart en met hem even te praten. Ja, dat doet je toch wat en doet mij ook wat. Kijk, dat is toch fantastisch. Ik bedoel, meer kan ik er ook niet echt over zeggen. Hand op de rug, want daar zit de pijn in. Ja. Ik denk dat de pijn overal zit bij hem. En dit zijn dan weer mooie momenten wat hij denkt koestert met zijn kinderen. En we hopen dat het nog door kan gaan in de toekomst. Wat gaat er donderdag gebeuren? Nou, eerlijk gezegd laat ik het over me heen komen. Wij als groep hebben natuurlijk ook best wel moeilijk mee. Ja, hij natuurlijk het ergste. Maar ik bedoel ermee te zeggen is, we leven zo mee met hem. En, ja, ik moet ook gewoon complimenten geven aan het team en de club en hoe we met alles omgaan. En ik denk er gaat gewoon iets moois gebeuren en dat kan je wel aan Katwijk overlaten. Dat het moet, dat is natuurlijk niet, of omdat het moet of dat het gebeurt, is natuurlijk niet leuk. Maar uiteindelijk is het ook wel weer typerend in de voetballerij. En ook de Bollenstreek, als ik zie, ook Rijnsburg, ook Quick Boys, allemaal, we zijn allemaal concurrenten van elkaar. Maar je ziet toch gewoon dat er maar één ding telt in het leven en dat is toch gezondheid. Ja. Drank bij Rijnsburg, nu een spandoek voor hem. Goed, dat is fantastisch toch? Ik bedoel, het is tekenend voor hoe iedereen toch uiteindelijk in alle rivaliteit is als mens. En daar gaat het uiteindelijk om. Je hebt net met 4-1 van Barendrecht gewonnen. Vind je het erg dat we het daar maar even niet over hebben? Ik vind het helemaal niet erg. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik blij dat we hebben gewonnen. Maar weet je, ik zeg dat ook voor de wedstrijd tegen iemand. Ik stap, hoe is het met Sander? Blablabla. Ja, ik zeg, zometeen sta ik daar weer als een gek langs de lijn te schreeuwen. En dat is dan de orde van de dag. En, ja, ik bedoel, die momenten die zul je blijven houden, dat hoort natuurlijk bij het spel. Het is voor hem dus tekenend dat hij er dus ook vandaag is. En hij is zo bezeten van het spelletje. En het is zo mooi hoe hij zich ook weer op de bank druk zit te maken om vandaag, om wat er gebeurt en hoe een spits moet lopen en wat hij moet doen. Nou ja, ik bedoel, fantastische mensen. Bedankt. Ja, alsjeblieft.